De ondernemer van de week wordt mede mogelijk gemaakt door Duoplant en Cafetaria The Family uit Hoorn. Ik ben Dominique Brussel, ik woon hier ook in Uithoorn, ik ben 24 jaar en ik werk bij Geniet aan de Amstel. Ik ben hier restaurant en event manager. Ik ben eigenlijk de leidinggevende over de voorkant, alles met bestellen, evenementen, grote partijen en ook de rechterhand van de eigenaar. Hoe bent u op het idee gekomen om de horeca in te gaan? Maar eigenlijk wist ik niet wat ik met school wilde doen en toen ben ik een brede event hospitality opleiding gaan doen in Amsterdam. En dit restaurant is van mijn vader en die zocht nog een soort compagnon. Dus zo ben ik eigenlijk verder gerold in het horecawezen. Het is eigenlijk ontstaan nu 6 jaar geleden. Mijn vader samen met een compagnon is hier rond gaan kijken voor verschillende gebouwen. Dit was totaal nog geen restaurant, dus er stond nog geen bar in. De steiger die wij hebben nu, die bestond nog niet. En zij zijn daar eigenlijk samen mee begonnen als een leuk project. Hij heeft veel in de detailhandel altijd gewerkt en hield altijd al van horeca en koken. Dus hij dacht, ik gooi het helemaal de boeg om. Dat ging 2 jaar lang met zijn compagnon en die heeft er toen uiteindelijk voor gekozen om wat anders te gaan doen. Zo ben ik er dus daarna ingestapt, dus 2 jaar later. En we zijn het eigenlijk ook nooit zat geraakt. We vinden het hartstikke leuk en dan vooral ook de ontwikkeling van het begin tot het eind. Nu krijgen we een terrasuitbreiding, dus we gaan ook nog groter worden. Dus zo is het eigenlijk ontstaan en nu rollen we gewoon lekker door eigenlijk. Hoe lang bent u al werkzaam in deze sector? In de sector zelf nu 8 jaar en hier dan bij Geniet 4 jaar. Hoe onderscheiden jullie zich van andere horecabedrijven in de buurt? Sowieso hebben wij wel een apart concept met plankjes. Dus allemaal lekkere hapjes en allemaal verschillende soorten dingetjes. Een mooi terras op het water, wat ook wel uniek is. Waarom zouden mensen hier komen eten? Ik denk vooral omdat wij echt een soort familieteam zijn. Dus wij zijn altijd vast met elkaar elke dag. Dus er komen veel vaste gasten ook terug. We hebben best wel een band met die mensen. Wat ik al zei, de plankjes. Dat is echt het voornaamste waarom mensen hier zijn. En ook het terras aan het water. Dat is wel een uniek kijkje voor Uithoorn, dus daar komen mensen ook graag voor terug. Hebben jullie nog plannen om uit te breiden later? Voor nu nog niet, omdat we het echt heel erg druk hebben met deze vestigingen. Wel altijd onze droom, ook zowel binnen of buitenland, op het strand wellicht. Maar voor nu hebben we onze handen nog vol. We zijn dus nu ook bezig met een groter terras. We hopen op een dag hier misschien boven hotelkamers te krijgen, maar dat is allemaal afhankelijk van. Dus groter worden zeker, maar op welke manier, dat weten we nog niet precies. Wij nomineren Amstel Boating, de sloepverhuur in Uithoorn. Waarom? We hebben een hele mooie samenwerking met hun. Wij verzorgen altijd de catering op de sloepjes. En het geeft altijd een superleuke sfeer als het in de zomer met alle bootjes. Dus eigenlijk vandaar. Ja. Kom vooral lekker langs bij ons. Het terras wordt dus groter, dus we hebben nog meer plekken. Heerlijk in het zonnetje. We zijn nog steeds op zoek naar mensen, dus mocht je willen solliciteren, van harte welkom voor de spoel of de keuken, bediening. En we zijn een heel gezellig team, dus wij kunnen niet wachten.